Welkom bij Leeuwarden Actueel van vrijdag 1 oktober 2010. De restauratie van de Saskia-buurt kan doorgaan. Een bewoner in de wijk had gevraagd om de kap- en aanlegvergunning voor hagen en bomen met een voorlopige voorziening in te trekken. Deze bewoner vond het niet nodig om bomen en hagen weg te halen. Door het bezwaar werden de werkzaamheden vertraagd en zou het, als het nog langer zou duren, een behoorlijke schadepost voor woningcorporatie Elkien worden. De woningstichting kan nu snel aan de slag. Voor de hagen en bomen die weggehaald worden, komt nieuw groen in de plaats. Gisteren is een nieuwe website over sport in Leeuwarden gelanceerd. Op deze website www.sportinleeuwarden.nl kunnen bezoekers zien wat er allemaal op sportgebied in Leeuwarden te beleven is. Ook sportclubs krijgen uitgebreide mogelijkheid zich te presenteren. Op de website staat bovendien sportnieuws en gemeentelijke informatie. Eind vorig jaar kwam de Partij van de Arbeid met het voorstel om een gezamenlijke sportwebsite te ontwikkelen. Het reclamebureau VB Reclame was echter ook al bezig met een dergelijke website. Besloten werd om gezamenlijk verder te gaan. Voor een goed gevulde zaal verrichtte wethouder Florijn de opening. Gistermiddag om 12 uur ging in het ROC Friesepoort een theatermarathon van 24 uur van start. Het doel van deze marathon was om geld in te zamelen voor het Namibië-project van de opleiding SCW Theater. Het programma bestond uit een mix van monologen, dans, muziek en nog veel meer. De school zet zich al jaren in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Gobabis in Namibië. Ieder jaar gaan er vierdejaars studenten naartoe om daar theater te maken met de kinderen. Volgend jaar wordt er als onderdeel van dit project een amfitheater geopend in Gobabis. Marit Wouda en ik ben vierdejaars op de opleiding Sociaal Cultureel Werk Theater van de Friesepoort. En wat houdt de opleiding precies in? Het is een combinatie van sociaal cultureel werk en theater. En waarom hebben jullie dit georganiseerd, dit project? We moeten geld verdienen om naar Namibië te kunnen. Het is een project dat loopt al 7 jaar. De vierdejaars van onze opleiding gaan daar ieder jaar heen. En daarvoor moeten ze zelf het geld bij elkaar zien te krijgen. En in de 7 jaar dat jullie dit nu al doen, is er ook veel veranderd? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja, ik zit hier nog maar 4 jaar op school, dus over alles weet ik niet. Maar ik weet wel, voorgaande jaren werd het Namibië-project gesponsord. Maar die sponsoring zijn we nu helaas kwijt. Bezuinigingen en alles. Dus we moeten nu alles zelf bij elkaar zien te rapen. En hebben jullie ook nog andere goede doelen waar jullie iets voor organiseren? Ja, soms wel. Maar uiteindelijk gaat het allemaal naar ons eigen goede doel toe, naar ons Namibië-project. Morgen 2 oktober wordt de Nationale Kringloopdag gehouden. Het is dan feest bij de 7 winkels van de Estafette Kringloop in Friesland. De Estafette Kringloopwinkel in Leeuwarden doet uiteraard ook mee onder het motto Werk in Uitvoeringsplein. Dat is speciaal opgezet om de verschillende werkzaamheden van de kringloopwinkels te belichten. Men kan zien wat er zoal achter de schermen bij de winkels gebeurt. Men kan zich opgeven voor een workshop Kringloopkunst van Tineke de Vries, waarbij het hergebruik van alledaagse voorwerpen en materialen centraal staat. De gehele dag is er leuke muziek, gratis koffie en thee en iets lekkers voor de bezoekers. Ook geldt er een algemene kortingsactie van 10% op alle aankopen. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om stadsbijaardier Anna Kroeze weg te bezuinigen. Dit zou op termijn een besparing van 10.000 euro op moeten leveren. Kroeze is hier verbolgen over en met name dat hij via een collega moest vernemen dat zijn baan op het spel staat. Ook is hij bang dat het carillon in verval raakt als het niet regelmatig bespeeld wordt. Uw laatste dagen hier achter dit carillon zijn, als het aan de gemeente ligt, het laatste uur is geslagen. Nou ja, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, hè, niet zozeer aan de gemeente, want... Ik heb toch wel steun, ook binnen verenigingen en veel gemeenteraadsleden zijn het er ook niet mee eens. We gaan even terug. Ik was hier 8 jaar geleden ook, in deze hele krappe ruimte. Toen was u bij een ISTI geworden. Het carillon moest nog helemaal opgeknapt worden. Het is een prachtig carillon geworden. Ja, nou, het carillon is op zich niet gerestaureerd, het stadhuis wel.
Maar ja, het is er allemaal veel mooier uitgekomen dan dat het was. Hè. Het stadhuis is op een prachtige manier gerestaureerd. En het carillon, ja, dat is van zo'n hoge kwaliteit. Dat hoefde eigenlijk toen geen restauratie te hebben. Het carillon komt uit 1648, had ik begrepen, om en erbij? 1686. Nou, een paar jaar later. Ik las ook in uw schrijven dat het heel belangrijk is om een carillon te laten spelen en niet op de automatische piloot elke dag te zetten. Dat klopt. Het instrument hoort dus zeker een keer per week bespeeld te worden. Dat is goed voor de mechaniek, dan blijft het in beweging. Speel je er niet op voor langere tijd, ja, dan kun je wachten dat de boel vast komt te zitten. Dat is slecht voor het instrument en ja, dan zit je later toch weer vast aan een veel duurdere restauratie. Dus belangrijk om het te bespelen. Dat doet u elke vrijdag. Nu al 8 jaar? Ja, vanaf 2002. Nou, als de plannen wel doorgaan, ja, dan raakt u uw baan kwijt. Ja, goed, voor die aantal uren zegt u, ga ik er financieel niet zoveel op achteruit. Maar heeft u nog hoop dat, dat de raad anders gaat beslissen? Ja, dat hoop ik absoluut. Kijk, het college zal altijd met soort oplossingen komen van ach, we willen de bespelingen wel, maar we willen er niet voor betalen. Laat een ander dat doen. He, dan zouden ze het bijvoorbeeld kunnen uitbesteden aan ondernemers of aan derden of aan soort stichtingen. Maar dat is een heilloze weg, gedoemd te mislukken. Dat zie je vaker gebeuren helaas. Dit is een historisch instrument van de gemeente, daar dien je verantwoordelijkheid voor te nemen. Uniek vind ik, een carillon bespelen, heel anders dan een ander instrument. Hoe word je eigenlijk bijenist? Bijenier bedoelt u? Bijenier, ja. Ja. Nou, ik heb zelf, ik ben begonnen met orgel studeren en als bijvak piano. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb ik aan de Nederlandse Bijaardschool in Amersfoort, wat een onderdeel is van het Utrechts Conservatorium, heb ik de opleiding tot bijenier gevolgd. Dus er is in Nederland één opleiding waar je dit kunt volgen. Hoeveel carillons worden er nog actief, nou, laat ik maar zeggen, live bespeeld in Nederland? In Nederland hebben we ongeveer 180 carillons. Maar die worden lang niet allemaal meer regelmatig live bespeeld? Ja, zeker wel. Ja, dat zijn dus de instrumenten die dus een klavier hebben, net zoals dit instrument. Je hebt natuurlijk ook af en toe in de winkelstraat zie je wel eens zo'n automatisch instrument hangen. Maar dat is dan zonder klavier, hè, dus die heb ik dan nog niet bij die 180 meegerekend. Dus best nog wel veel aanwezig in Nederland, dit instrument. Ja, het is een Nederlands-Vlaams cultureel erfgoed, hè, van de Lage Landen. Het is ontwikkeld, waar komt het weg? Het instrument is eigenlijk ontwikkeld in de Nederlanden dus. Hè, vroeger had je dus in een toren of in een stadhuis had je dus een kleine reeks klokken die dus gebruikt werd als tijdsaanwijzing. En daar hebben ze later dus in de 17e eeuw, de vroege 17e eeuw, zijn ze begonnen met die klokken aan te sluiten op een klavier. Nou, wat moet er inziens gebeuren? En ja, misschien kan u nog een oproepje doen aan de gemeenteraad. Want ik meende dat begin oktober wordt dit behandeld, hè? Ja, dinsdag 5 oktober is de commissievergadering. Waar dus de begroting ter sprake komt. Ja, ik zou willen adviseren om dus deze bespelingen in dienst van de gemeente te blijven houden. Mm-hmm. Want nogmaals, besteed je dat uit aan mensen die er dan voor zouden moeten financieel moeten opdraaien. Ja, het is niet alleen maar spelen. Je gaat niet alleen maar naar boven om je deuntje te spelen en je gaat er naar beneden. Het is ook toezicht houden op, onderhoud. En als je in dienst bent van de gemeente, dan heb je ook meteen zicht op eventuele culturele activiteiten waar je op kunt inspelen. Ja, want als ik het zo van u begreep, wordt het niet meer bespeeld, dan wordt, om er even in oude termen te spreken, het lak duurder dan de brief. Ja, dan, dat is gewoon pure kapitaalvernietiging. Hè, want je spreekt hier toch over een instrument uit de 17e eeuw. Ja, dat is het waard om dus bespeeld te blijven. Nou, nu heb ik ook wel de indruk dat men het wel bespeeld wil laten, maar dan dus ja, via een andere constructie. Maar ja, het is helaas zo dat oplossingen niet bestaan niet in dit geheel. De enige oplossing is continuering onder de dienstverband van de gemeente.
Dit was Leeuwarden Actueel van vrijdag 1 oktober 2010. Tot ziens.